Welkom op de Open Deurdagen, welkom op de 50ste verjaardag van Urania. Dat is uiteraard een feestelijke gelegenheid, maar waar wij het gaan over hebben is over hetgeen dat er 50 jaar geleden gebeurd is. Toen zijn we voor de allereerste keer, zijn er twee Amerikanen voor de allereerste keer op de maan geland. En dat was uiteraard een geweldige gebeurtenis, want we spreken er nu nog altijd over. En u heeft ongetwijfeld misschien hier zelfs bij Urania geweest om die verjaardag mee te maken, maar op tv en dergelijke is er ook meer dan genoeg aandacht aan besteed. Maar, als we terugblikken naar het verleden van de voorbije 50 jaar, is het nu voor het eerst dat we echte plannen hebben om terug te gaan naar de maan. Dat noemen we dan niet meer het Apollo-programma, maar dat wordt dan het Artemis-programma. En we gaan over die twee toestanden, over die twee zaken het een beetje hebben vandaag. Misschien eens heel kort naar de logo's kijken. Links het Apollo-programma zoals we dat al meer dan 50 jaar kennen. Rechts het nieuwe Artemis-logo. Artemis was de godin van de maan, godin van de jacht. En die twee elementen, ja, waarom godin van de maan? Dat is een van de redenen dat we uiteraard voor die naam gekozen hebben, dat de Amerikanen voor die naam gekozen hebben. Artemis was ook de tweelingzus van Apollo. Dat helpt natuurlijk ook als je familie bent. Maar Artemis was ook de godin van de jacht. En dat zit hier een beetje in, want de aarde wordt hier voorgesteld door die boog. De boog van Artemis die gespannen staat en een pijl afschiet. En dan zie je dat hij de maan mist. Nochtans was Artemis een geweldig goeie. Als je godin bent van de jacht, dan miste zomaar niet. Zij kon dus geweldig goed schieten. Maar dus met opzet dat ze hier naast de maan schiet. Want de maan is maar de eerste stap in de richting van Mars. Eigenlijk mikken we op Mars, maar we gaan langs de maan, je ziet, letterlijk langs de maan, om naar Mars te gaan. En dat die weg naar de maan ons naar Mars moet brengen, zit ook in de rode kleur van de weg die we volgen. De rode kleur van de rode planeet zit er dus ook in. Maar de weg leidt dus inderdaad langs de maan. Om het verschil met Apollo duidelijk te maken, als je hier kijkt van de aarde naar de maan, dan gaat die kronkel van rechts naar links. En in het nieuwe maanprogramma gaan we van links naar rechts. Om duidelijk het onderscheid tussen de twee te laten zien. Maar goed, wat waren 50 jaar geleden de hoofdrolspelers? Wat hadden we eigenlijk nodig om 50 jaar geleden op die maan te geraken om, zoals president Kennedy dat ook vroeg, om die mensen dan veilig terug te brengen? Dat was wel een belangrijke voorwaarde. Wel, ten eerste hadden we wat verstandige mensen nodig die die plannen konden realiseren. En we kijken heel even ook mee bij de Russen. Dus het enige moment dat we dat in deze voordracht echt gaan doen. De Russen, het was een ruimterace. De bedoeling van Kennedy was om te laten zien dat Amerika dat achterlag dankzij Sputnik en Gagarin. Waren twee primeurs voor de Russen. De eerste satelliet, de eerste mens in de ruimte. En Amerika, of president Kennedy had dus Amerikaan het doel gesteld van kijk, wij willen eerst op de maan landen. Vandaar dus die ruimterace. En het Russische ruimtevaartprogramma, de grote man daarachter, die alle touwtjes probeerde in handen te houden, dat was Korolev. Alleen, niemand wist van het bestaan van die man af. Ja, oké, zijn ouders waarschijnlijk wel, neem ik aan. Maar ik bedoel, in heel Rusland wist niemand dat Korolev de man van de Russische ruimtevaart was, de man achter het Russische ruimtevaartprogramma. Alleen een paar happy few, waarschijnlijk aan de top, die wisten het uiteraard wel. Maar de man in de straat wist het niet en de rest van de wereld wist het zeker niet. Ja? Met Wernher von Braun, de man aan de linkerkant, was dat totaal anders. Wernher von Braun, u kent de achtergrond van Wernher von Braun, de man die in de Tweede Wereldoorlog voor de Duitsers de V2 heeft ontwikkeld. De V2 die we in Antwerpen meer dan genoeg op onze kop, mijn kop niet, want ik was er toen niet, maar op onze kop hebben gekregen. Er ook mee voor gezorgd heeft dat Antwerpen de bijnaam gekregen heeft in die tijd van de City of Sudden Death. Want die dingen kwamen letterlijk uit de hemel gevallen. Je zag dat niet aankomen. De stad van de plotse dood. Als dat ding naar beneden kwam en je zat eronder, dan kon het dus vergeten. Dat is de man die daarvoor gezorgd heeft. Maar toen dat het einde van de Tweede Wereldoorlog, kon hij kiezen van ofwel loop ik naar de Russen, ofwel probeer ik bij de Amerikanen te geraken. Hij heeft voor de Amerikanen gekozen. De Amerikanen waren maar wat blij dat ze hem konden buitmaken. En ze zijn met alle V2-rommel die ze nog gevonden hebben naar Amerika getrokken.
En uiteindelijk is Wernher van Braun aan het hoofd gekomen van het Apollo-programma, of beter gezegd van het Saturnus-programma. Die grote raket die ervoor gezorgd heeft, je ziet ze daar in de hoek staan, niet dat ze gestraft is, maar we hadden anders geen plaats om dat ding te zetten. De raket die ervoor gezorgd heeft dat we inderdaad naar de maan konden gaan. Want we hadden een krachtige raket nodig. Ten eerste, je wilt die drie mensen naar de maan brengen. Die mensen moeten ergens in zitten, want de vijandige ruimte, dat gaat er zomaar niet in hemd rondhangen. Dus je moet een goede behuizing hebben, dat is die Apollo-capsule. Die moet naar de maan vliegen. Je moet toch een geweldige afstand, tot dan toe waren we maar enkel gewoon van rond de aarde wat te draaien. Maar we willen nu ineens 300, 400.000 kilometer verder gaan. Dat ding moet toch een bepaalde snelheid meekrijgen om daar te geraken. Vandaar die geweldige raket die we daarvoor nodig hadden. En daar heeft Wernher van Braun voor gezorgd. Korolev, dat was meer heel algemeen. Die zorgde niet alleen voor de raket, maar ook voor capsules en dat soort van zaken. Maar het probleem voor de Russen was dat de grote man van de Russische ruimtevaart gestorven is in 1966, 3 jaar voor de Amerikanen op de maan kwamen. En de Russische ruimtevaart lag mede daardoor een beetje in van, ja, hoe moet dat hier allemaal georganiseerd worden? Is een van de redenen dat de Russen het uiteindelijk dus niet gehaald hebben. De raket, je ziet hier staan, de Russische raket, dat was de N1 raket, ook uiteraard een gigantische raket, want om dezelfde reden hadden de Russen ook een geweldig grote raket nodig. Saturnus 5 is, ik weet niet hoe vaak gelanceerd, maar elke keer geslaagd. De Russische N1 raket is 4 keer gelanceerd en 4 keer ontploft. Vooral de tweede lancering moet een gigantisch vuurwerk geweest zijn, want dat was zo goed als op het lanceerpad gebeurd. Dus daar stond niet veel meer recht. Hè. Dat is van boven tot van onder gevuld met brandstof. Als dat ontploft, dat ziet je een paar kilometer verder, ongetwijfeld nog zeer goed, hè, nog wel wat verder ook. Het probleem met die raket was onder andere, de Saturnus 5 raket maakte gebruik van 5 heel krachtige motoren. De N1 raket maakte gebruik van 30 motoren. Dan zit daar van boven een brandstoftank. Je moet die brandstof naar die 30 motoren krijgen. Je hebt dus een keigoeie loodgieter nodig om dat voor elkaar te krijgen. Ik weet niet dat ze een keigoeie loodgieter hadden, maar in elk geval, ze is dus 4 keer ontploft. Saturnus 5 deed zijn werk wel. Ook weer een van de redenen dat de Russen de maan nooit gehaald hebben. Dan was er de capsule, het verblijf van de astronauten, de Apollo-capsule. Dat lijkt een grote capsule, maar waar dat de astronauten de 3 dagen dat ze nodig hadden om naar de maan te vliegen, de dag dat ze rond de maan draaiden en op de maan geland zijn, de 3 dagen dat ze nodig hadden om terug te komen, dus een dikke week. Dit was de woonruimte. Ja? Daar konden met 3 in liggen en je kon een beetje rondzweven, maar dat was het wel min of meer. Ja? En als je een grote boodschap wil gaan doen, dan kon je nog een beetje afgescheiden, want dan moest de rest, kon je uit het zicht van de rest doen. Maar meer plaats hadden daar niet in. En dan zeg je, ja, waar dient dan al de rest voor? Wel, dit noemen we de command module, dit is de service module. Daar zat de brandstof in voor de motor, daar zat de communicatieapparatuur in, daar zat de water, daar zat zuurstof in, al dat soort van dingen dat je nodig hebt om die reis mogelijk te maken. Tussen die twee was er geen verbinding. De astronauten konden niet via een luikje naar hier binnen gaan, want hier aan de onderkant van de command module bevond zich het hitteschild. Het hitteschild dat je nodig hebt, als dit naar de aarde terugkomt, dit wordt afgestoten en het hitteschild zorgt ervoor dat uw capsule in de atmosfeer niet opbrandt. Heel belangrijk als je veilig terug naar de aarde wilt komen. Vandaar dat ze daar ook niet, dat ze geen plan hadden om daar een gat door te boren, om daar naartoe te gaan. Dus die twee waren volledig los van elkaar. Vandaar ook dat je hier aan de buitenkant iets ziet dat dus de leidingen voor water, zuurstof, communicatie enzovoort, dat lag allemaal hier via de buitenkant tussen de twee toestanden. De Russen hadden uiteraard ook een capsule waarmee dat ze van plan waren naar de maan te vliegen. Dat was de Soyuz-capsule. Verschillende versies, min of meer uiteindelijk. Je hebt daar ook een terugkeergedeelte, je hebt een servicegedeelte enzovoort enzovoort. Is alleen onbemand effectief gebruikt geweest in het kader van het maanprogramma. Dat noemde men dan het zondprogramma. Maar bemand naar de maan is dat niet echt gebruikt geweest. Uiteraard heb je allebei een maanlander nodig. Dat is hier de Amerikaanse maanlander, de Lunar Module. Bestond uit 2 delen. Je ziet dat hier mooi, hè? Dat is het onderste gedeelte. En hier heb je dan het bovenste gedeelte. Het onderste gedeelte, dat was de daaltrap. Daar zat de brandstof in en de motor die ervoor zorgde dat de maanlander veilig en wel en zachtjes vooral op die maan kon landen. Als je dan wat rondgewandeld hebt, je krabt via het ladderje terug naar boven, want dat was ook de plaats waar de astronauten verbleven. En je vertrok terug, dan steeg die
stijgtrap, die ontstak dan zijn motor en dat ding steeg dan op en de daaltrap bleef gewoon op de maan staan. Dat koppelde dan met de Apollo-capsule, je stapt over aan de Apollo-capsule en daar keert je dan mee terug naar huis. Dat is dus 6 keer op de maan geland en met Apollo 13 is dat niet gelukt, dat ze andere problemen hadden. Hier heb je de Russische maanlander en de Amerikaanse maanlander heeft stof verzameld op de maan. Deze heeft ook stof verzameld, maar het was alleen maar op de aarde, want dat ding is nooit in de geburen van de maan geweest. En er ligt inderdaad veel stof op. Ik heb er ooit een, het geluk gehad ooit een in het echt te zien. Daar ergens in Rusland, in een of ander hoekje van een museum of van een grote hangar. De maanlander van de Amerikanen kon 2 mensen op de maan brengen, die van de Russen kon maar 1 mens op de maan brengen. U zei net dat die van voor in die punt zaten, hè? Ja. Ja, die maanlander, zat die dan daarachterin? Bij de lancering zat hij hierachter, dus als je hier in de raket kijkt, ja, dus daar van boven. Hè. Dus de command module die zat van boven, de service module zat daaronder en de maanlander zat hieronder. Maar die zat daar niet vast aan. Dat is een beetje een onnozel natuurlijk, als je dat zou vastmaken, want je hebt je motor onderwege wel nodig, dus die maan gaat je eigen maanlander niet in de fik steken. Hè. Dus als dat ding, als de derde trap van de Saturnus 5, dat is het smalle gedeelte daar van de raket, dus vanaf hier, zo, naar boven. Als die derde trap alles in de richting van de maan geduwd had, dan koppelde de maancapsule zich los, sorry, de Apollo-capsule zich los. Die draaide zich om, die vloog dan met zijn neus terug naar die derde trap, koppelde zich vast aan de maanlander en trok er die dan uit. En de maanlander zat dan hier vast. En dan kan je inderdaad de motor gebruiken om, als je in de geburen van de maan komt, om je snelheid te verminderen en rond de maan te gaan draaien en zo verder. En ook om terug te komen, hadden die maanlander niet meer nodig of geen dat er van overbleef, dat liet ze allemaal achter in een baan om de maan. Alleen dit vloog dan terug. En als je dan in de geburen van de aardse atmosfeer komt, dan wordt ook dat losgegooid en is enkel dit dat terug in de aardse atmosfeer komt. En van Apollo 15, dat is ook degene die je daar in de sporthal gezien hebt, die hadden ze ook een maanautootje bij. Apollo 15, 16 en 17 hadden autootjes bij. Dat is sowieso een van de meest iconische foto's uit het Apollo-programma, dat is met Apollo 8. Als ze voor het eerst van de achterkant van de maan kwamen en daar plots de maan, de aarde tevoorschijn zagen komen. Earthrise, misschien wel de meest verspreide, gekopieerde foto die er ooit geweest is. Dan had je uiteraard Apollo 11 met onze 3 helden. En dan vooral de ene gast die dan in de capsule moest achterblijven. De 2 anderen die dan mochten afdalen naar de maan. Dan 20 juli bij de landing en de Eagle has landed. En dan enkele uren later, bij ons was het dan al 21 juli, in Amerika was het nog steeds 20. Zijn ze dus uitgestapt en One Small Step for Man, Giant Leap for Mankind. Ik heb toen met het Apollo-event dat we hier gehouden hebben, dat ook in lang en in breed de scène met de vlag uitgelegd, dat dat een beetje slapstick was op dat moment, want die vlag... Dat programma aan de hoofdkant of niet? Wat lief? Nee. Dat is een goudfolie, dat is gewoon reflectie in die goudfolie die daar zit. Ja. Daar zijn heel wat verhaaltjes over vertellen over de vlag. Ik kan heel kort dat van Apollo 11 en Apollo 12 vertellen. Sommigen onder jullie zullen dat verhaal dan allemaal al wel kennen, maar goed. Die vlag, dat moest een beetje compact zijn als je dat wou meenemen naar de maan. Dat mocht niet te veel plaats nemen, dus zowel de horizontale stok als de verticale stok, die waren in elkaar geschoven. Dus dat waren korte dingen. Dus op de maan moesten ze die uit elkaar trekken. En die klikten dan in elkaar, zodanig dat je dus uw rechte hoek had. En dan moest je dus die horizontale staaf ook uittrekken, zodanig dat uw vlag mooi recht kwam te hangen. Het probleem was bij Apollo 11 dat het uitschuiven van die horizontale dingen niet helemaal ging. Vandaar dat daar een kreuk in de vlag zit. Dat is dus niet van de wind op de maan, want er is helemaal geen atmosfeer. Dat is gewoon omdat dat stokje niet ver genoeg ging. Tweede probleem dat men had, je moet dan je vlag in de grond zetten. En je zegt, oh, dat kan dat toch niet moeilijk zijn. Op de maan bleek dat wel enorm moeilijk te zijn. Je moet die beelden maar eens een keer opvragen, dat is pure slapstick, want ze zitten daarin te steken, weer uit te trekken. Die andere die steekt dat daarin, trekt dat weer uit. En dan zo weer, dat duurt enkele minuten eer dat die vlag een beetje naar hun goesting staat. Want wat was het probleem? Dat wist men uiteraard niet op voorhand, maar als je hier op de aarde iets in de grond steekt, onze zandkorreltjes, die zijn min of meer afgerond door erosie, door wind, water en wat weet ik wat allemaal, dat zijn de scherpe kantjes af. De maan heb je geen erosie. Als je daar iets in de grond duwt, bij ons, ja, als dat rond is, dat draait allemaal rond en je stok gaat
diep genoeg in de grond. Daar, door al die scherpe kantjes, klit dat tegen elkaar en op den duur heb je iets zodanig sterk dat je daar gewoonweg niet meer door geraakt. Probleem als je je vlag wilt zetten, maar dat was ook een probleem voor bodemmonsters op te pikken, want ze moesten dan zo buizen in de grond duwen. En dan als je zo'n meter diep normaal gezien, dan kon je heel dat buis gevoeld met maanbodem meepakken, maar als je dan maar 10 centimeter in de grond krijgt, was dat dus wel een dik probleem. Goed, wat is er met Apollo 12 en de vlag? Wel, daar zetten ze ook een vlag. En het probleem was dat dat kliksysteem niet werkt. Uiteraard heb je voor het thuisfront toch een selfie nodig met u en de vlag op de maan. Dus als je dat dan wou, met Apollo 12, moest je dus die vlag zelf vasthouden, dat die daar zo schoon stond. Kon een keer lachen naar de camera en dan liet je dat los en dan ging die vlag daar zo helemaal tegen de stok. Probleem ook met Apollo 11, als ze vertrokken, door de werking van de motor, de gas dat eruit stroomde, is die vlag ook omgevallen. Apollo 12, 14, 15 en zo verder, die hebben hun vlag veel verder van de maanlander weggezet, omdat ze toch maar recht zo blijven staan. Van die kleine dingetjes die kunnen gebeuren op het werk. Hè. Goed, Apollo 17, we maken meteen een sprong naar december 72, dat is de laatste keer dat we op de maan geland zijn. En dan is er ook uiteraard iemand die als laatste op de maan gestaan heeft. Dat was Eugene Cernan en die heeft dan, als er eerste woorden zijn op de maan, zijn er ook laatste woorden op de maan. U ziet ze daar staan. Maar ik vind dit ook altijd een beeld, of om het verhaal van Apollo een beetje af te ronden, citeer ik ook altijd heel graag de vrouw van Eugene Cernan. Als je ooit de gelegenheid hebt om The Last Astronaut te zien, of The Last Man on the Moon te zien, sorry. Die documentaire is een geweldige documentaire die een beetje over die problematiek gaat. Zijn vrouw heeft ooit gezegd, als je denkt dat naar de maan gaan hard is, wel, dan moet je eens een keer op de aarde blijven. Ik bedoel, het leven van een vrouw, van een astronaut die gefixeerd is op de maan, er is niks voor niks dat er enorm veel huwelijken tussen astronauten, Apollo-astronauten, dat die dus verkeerd zijn afgelopen. Maar dat mocht maar eerst na de vlucht, want voor de vlucht moest alles voor de schone schijn uiteraard rimpeloos zijn en moest je lachend voor de camera's komen. Ook al had ze daar misschien niet altijd goesting voor. Maar goed, vind ik een van de mooiste foto's. Het desolate landschap, hè, zoals het Aldrin het ook zei, is misschien wel de foto die je dat het meest laat zien. Ja, maar daar stonden zo nog geen strepen getrokken, hè, dus je mocht staan wat je wou. Ja. Er waren ook nog geen parkeerwachters, dus je kon daarmee doen wat je wou. Maar het is in elk geval, vind ik, een van de mooiste en indrukwekkendste opnames die in het Apollo gemaakt zijn. Nu goed, dat is 50 jaar geleden, of iets minder dan 72. Wat zijn we dan in al die voorbije 50 jaar, wat zijn we dan eigenlijk aan het doen geweest? Wel, om het hele verhaal heel kort te houden, in 72 werd het licht op groen gezet om de Amerikaanse Space Shuttle te bouwen. Men was eigenlijk van plan om een ruimtestation te gaan bouwen, om aardonderzoek en blablabla te doen, om een permanente aanwezigheid in de ruimte te voorzien, om, zoals wij dat doen, om van thuis naar het werk te rijden en terug te komen. We noemen dat pendelen, heb je de wagen of de trein of welk ander vervoersmiddel ook. En om dat ruimtestation, om daar over het weer te pendelen, heb je een pendelraket nodig. Dat zou dus de Amerikaanse Space Shuttle worden. Nu kun je eerst je ruimtebasis bouwen. Als je dan geen pendelraket op hebt, dan zet je daar niks meer. Dus men gaat eerst de pendelraket bouwen en dan het ruimtestation. Omdat die twee tegelijkertijd, daar was het geld niet voor. Dus in 1972 werd de goedkeuring gemaakt, of gedaan door Richard Nixon. James Fletcher was toen de grote baas van de NASA. Om de Space Shuttle te ontwerpen die er totaal anders zou uitzien dan in het modelletje dat ze hier vast hebben. 81, de 20ste verjaardag van de vlucht van Yuri Gagarin, wordt STS-1 gelanceerd, de eerste vlucht van het Amerikaanse ruimteveer. We kennen natuurlijk ook de vlucht waar onze Belg bij betrokken is in 92 met het ruimteveer Atlantis, Dirk Vriemoot, de eerste Belg in de ruimte. Toen was er nog geen ruimtestation in 92. Toen was er zelfs nog niet zeker dat er ooit een ruimtestation ging komen. Dat was maar eerst in 93 ook al had Reagan in 84 gezegd dat ze binnen de 10 jaar een ruimtestation gingen hebben. Dat is 10 jaar lang hard getekend geweest, maar geen ruimtestation. En dan is Clinton gezegd van kijk, als we dat samen doen met de Russen. Hè, de Sovjet-Unie lag toen uit elkaar. En we wouden die mensen toch wat werk geven, anders gingen die misschien allemaal naar Iran en Korea en al die andere toestanden. Laten we die maar in de ruimtevaart houden. En dan gaan we de Russen betrekken bij het internationale ruimtestation, of wat het internationale ruimtestation geworden is. Een iets oudere foto, want het ziet er min of meer wat anders uit, maar het geeft toch een goed idee van wat het complex geworden is. En uiteraard kennen we het ISS ook van het bezoek dat Frank de Winne er gedaan heeft, twee keer zelfs. En we hebben onlangs 27 mei van dit jaar ook de 10e verjaardag van die missie gevierd,
onder andere mijn bijeenkomst van deze drie cosmologen, ruimtevaarders in Brussel. Dat ruimtestation was er, of men was bezig dat te bouwen, en dan werd het zo stilletjes aan tijd om toch eens aan iets anders te denken. Bush, toenmalig president, we zitten spreken hier van 2004, die had zijn visie voor de verkenning van de ruimte, de Vision for Space Exploration, en om een lang verhaal kort te maken, we gaan naar de maan en ten laatste in 2020 staan we daar. We zijn 2019, we weten ondertussen dat daar niet veel van in huis gekomen is. Wat was de bedoeling? Wel, met de Space Shuttle kan je alleen maar toertjes rond de aarde maken, als je dat kan niet naar de maan vliegen. Je raakt daar niet weg mee van de aarde, dus je hebt wel iets anders nodig. Dat ging dan de Ares-raket worden. De Ares-1-raket was er om mensen in de ruimte te brengen, maar je had ook nog wel een maanlander en al dat soort van andere toestanden nodig. Dat zat dan met de Ares-5, die twee zouden dan in een baan om de aarde koppelen. En dat werd dan door de Earth Departure Stage, de naam zegt het zelf, daarmee kan je dan van de aarde vertrekken en naar de maan vliegen. Je ziet dat aan de kleurtjes en de vormen, dat die twee raketten nogal sterk gebaseerd zijn op technologie uit het Space Shuttle tijdperk. En dat qua grootte het een beetje vergelijkbaar is met de Saturnus 5 raket. Al was de Saturnus 5 raket toch nog min of meer, denk ik, iets krachtiger dan die Ares 5 raket. Er was ook een maanlander, de Altair. Maar buiten die tekeningen is daar niet veel van gerealiseerd geweest. Want in wanneer Obama aan de macht is gekomen, dat was na Bush dan. En dat Constellation-programma noemde men dat, dat Ares-raketten en die toestand, die Vision for Space Exploration. En Obama zag ook met iedereen dat op het niets aan het uitdraaien waren. Men had heel wat problemen met de raket. Er was niet genoeg geld om het allemaal op te lossen. Of om dingen te ontwikkelen, om in 2020 op de maan, dat ging helemaal niet gebeuren. En hij heeft daar dan ook een eind aan gemaakt, niet aan zichzelf, maar aan het Constellation-programma. En hij zegt van, waarom gaan we eigenlijk terug naar de maan? We zijn daar al geweest, waarom gaan we ons vizier niet verleggen naar Mars? We gaan naar Mars. Goed, NASA begint weer te hertekenen. En ze komen af met het Space Launch System. Nog altijd gebaseerd dus op shuttle-technologie. En ze capsule die Bush eigenlijk al in gedachten had, die gaat men blijven behouden. En dat is dan, bij Bush noemde dan ook de Multipurpose Crew Vehicle. Men heeft daar ondertussen een mooiere naam aangegeven, dat is dus de Orion capsule geworden, de Orion capsule. En het plan was, sommigen van jullie weten dat wel, maar ik vind dit een geweldige, degene die dat verzonnen heeft, heeft echt een geniale ingeving gehad. Want hier zit echt alles in waar het Marsprogramma mee te maken. Om op Mars te geraken, moet wetenschap, verkenning, technologie, die drie elementen moeten harmonieus samenkomen om die stap naar Mars te kunnen zetten. Ja? Om die stap uiteindelijk te kunnen zetten, hebben we eigenlijk drie regio's of zones, of hoe je dat ook wilt noemen. Je hebt ten eerste die zone rond de aarde, die we de Earth Reliant noemen. Het ruimtestation, dat bestaat alleen maar door het feit dat dat zo dicht bij de aarde zit. We kunnen dat gemakkelijk bevoorraden, als er problemen zijn, kunnen onmiddellijk terugkomen. Dat kan eigenlijk niet bestaan zonder de aarde. Je betrouwt op de aarde dat ze er is. Als we naar Mars willen gaan, Mars is zodanig ver weg, als je dan nog altijd afhankelijk bent van de aarde, dat kan nooit werken. Dat is de Earth Independent, je bent volledig van de aarde afgesneden, je moet je plan trekken als er problemen zijn. Je moet ook niet denken van, oei, we hebben geen boterhammetjes meer, mannen, stuurt nog eens wat brood. Nee, je moet zien dat je dat allemaal zelf kunt arrangeren als je daar naartoe vliegt. Maar om die technologie die je daarvoor nodig hebt, om te testen dat die allemaal werkt, dat noemt men dan hier de proven ground. Je moet ergens een scenario hebben om al die technologie te bewijzen. En daarvoor had men de Asteroid Redirect Mission. Ik kan daar niks meer over zeggen dan over het feit dat ze uiteindelijk allemaal geschrapt. Je kunt er heel veel over vertellen, maar we gaan dat niet doen. Daar hebben we de tijd niet voor. Het was weer tijd voor een nieuwe president. En die zei van, mannen, waarom zit je nu al een tijd te verliezen met Mars? Jullie blijven dat altijd maar uitstellen en uitstellen. Het was ook zo, ten tijde van Obama heeft de NASA nooit een plan voorgelegd van zo gaan we naar Mars, dit zijn de stappen die we moeten realiseren en dat is de periode waarover dat we dat willen doen en zoveel geld hebben we daarvoor nodig. Nee, ze hebben van alles aan het experimenteren geweest, technologieën aan het ontwikkelen en uittesten of dat werkt dit wel, werkt dat wel. Allemaal dingen die we moeten doen, maar daar is nooit iets concreets uit voorgekomen. Trump komt en was te begrijpen, waarschijnlijk nogal met een of andere president ook wel gebeurd zijn, en gezegd van kijk, vergeet Mars even, laat ons gewoon eerst naar de maan gaan. Laat ons naar de maan teruggaan, niet alleen daar om een vlaggetje te planten
en om daar wat rond te lopen. Nee, nee, we gaan er om er te blijven. En om dan eventueel naar Mars of misschien zelfs nog verder te gaan. Maar de maan komt terug in het vizier. De maan wordt onze eerste stap om uiteindelijk terug verder te gaan. Daarvoor hebben we een aantal elementen nodig. Dat was onze raket, je hebt het daarnet al heel even gezien. We gaan daar zelf in detail even op in, dat is de SLS, het Space Launch System. We hebben een nieuwe capsule nodig, dat is de Orion-capsule. Orion-capsule is in vergelijking met de Apollo-capsule enkel maar die command module, enkel dat stukje waar de astronauten in zitten. De service module, die bouwen wij, die bouwt Europa. Dat is dan de European Service Module. Je hebt uiteraard een maanlander nodig. Die heeft dan de zeer mooie naam gekregen, Human Landing System. Daar komt misschien nog een andere naam voor, dat weet ik niet. Maar dat is een vierde element. De gateway. Dat ding heeft ook al verschillende namen gehad. De gateway is het simpelste tot nu toe. We blijven dat dus gewoon maar de gateway noemen. Dan houden we niet bij Apollo. Dat is een nieuw element dat erbij gaat komen. Laten we eens een keer met die elementen kennis maken. Space Launch System. De SLS-raket is dus het nieuwe paradepaardje van de NASA. De nieuwe Saturnus V-raket. Er zijn verschillende versies die men op ogen heeft. Die blok 2, vergeet het dan maar, die gaat er voorlopig niet komen. En het zal dus de blok 1 en de blok 1B zijn. Blok 1B komt in twee verschillende versies. En die versie heeft vooral te maken met dat torenje dat daarop staat, die je hier boven op de Saturnus V ook ziet. Die je bij de Ariane-raket nooit zult zien. Wat is dat torenje? Dat is een ontsnappingstoren. Die trekt, mocht er een probleem zijn met de raket, kan dus de capsule hier, dat is dan de command module bij de Apollo-capsule, de eigenlijke Orion-capsule in dit geval, in geval van problemen trekt dat raketje dat hierop staat, heel die capsule, zeer snel weg van de raket. Je krijgt kort een tijd enorme versnellingskrachten, maar je verbrandt je gat niet, dus dat is ook de bedoeling. En je hebt je leven gered. Maar als je vracht lanceert, als dat ontploft, ja, dan heb je dikke pech, maar je gaat daar geen bijkomende constructie voor zetten om dat te redden. Meestal is dat ook te zwaar waarschijnlijk om dat te laten terugkomen, dus daar doet men dat niet voor. De enige dat is ook bij de Soyuz, bij de Chinese lanceringen, als ze met astronauten lanceren, zult je steeds die ontsnappingstoren ziet. Het enige lanceersysteem dat geen ontsnappingssysteem had bij de lancering, was het Amerikaanse ruimteveer. Denk aan Challenger, Challenger ontploft. Die astronauten hadden geen schijn van kans om daarvan weg te geraken. Als er een Saturnus V-raket ontploft, zijn de astronauten weg. Niet zo heel lang geleden is er een Soyuz-lancering fout gelopen. Die cosmonauten hebben zich gered dankzij het ontsnappingssysteem. Ja. Dus dat is wel heel belangrijk dat we dat hebben. En daaraan kun je dus ook een bemande lancering van een onbemande lancering onderscheiden. De blok 1, die zou één keer gelanceerd worden. Het verschil met de blok 1 en de blok 1B, wat zijn de gelijkenissen? Dat die centrale trap, de core stage, daar zitten vier motoren in, vier motoren. De Space Shuttle had er daar drie in het ruimteveer zitten. We gebruiken er hier vier, maar dat zijn dezelfde motoren, alleen gaan ze niet herbruikt worden. Dat is de core stage. De boosters, dat zijn dezelfde als bij de Space Shuttle, alleen zijn ze een beetje langer gemaakt. Bij de Space Shuttle waren er maar vier van die elementen, hier hebben we er vijf. Een beetje meer stuwkracht dat levert, blijven we een beetje langer werken. Het grote verschil tussen die twee versies is de upper stage, de bijkomende trap, die ervoor zorgt dat de dingen dan in een baan om de aarde of eventueel naar de maan geduwd worden. De eerste versie die onbemand zou gelanceerd worden om gewoon raketten te testen, de capsule te testen, die zou gewoon met een interim trap uitgerust worden. Interim cryogenic propulsion stage. Cryogenic wil gewoon zeggen we gebruiken vloeibare zuurstof, vloeibare waterstof. Die dingen moeten koud zijn, vandaar die cryogeen, dat woordje daarin. De uiteindelijke versie waarmee dat we effectief onze maanplannen gaan realiseren, dat is de Exploration Upper Stage. Deze trap die gaat niet human-rated worden en we gaan die niet zo goed maken dat we er ook mensen mee gaan lanceren. Deze gaat zo goed moeten zijn dat we denken dat het veilig genoeg is om mensen daar, dat de kans dat het mislukt veel kleiner is dan de kans dat hier iets mee fout loopt. Dat wil met human rated zeggen, dat betekent dat je dus wel iets veel duurder aan het maken bent dan iets dat niet human rated is. Dus de eerste lancering, onbemande lancering met die tijdelijke trap, tweede lancering, Exploration Mission 2 ging dat dan worden, dat werd dan met die Exploration Upper Stage. Hoe kunnen we die raket, blok 1, blok 2, vergelijken met andere raketten, met de Saturnus V? Saturnus V blijft de krachtigste raket die er is. Alle nieuwe raketten die momenteel in ontwikkeling zijn, dat is de Vulcan-raket die de Delta en de Atlas moeten vervangen.
De New Glenn, dat is die van Jeff Bezos van Amazon. Dat zijn deze dingen hier, dat gaat hij bouwen. De Falcon Heavy, die kennen we, hè? Dat is dat ding dat hier staat. Qua ton dat je in een lage baan kunt brengen, is dat, zeker met de versie die ze uiteindelijk op het oog hadden, toch iets minder. In vergelijking met de Saturnus 5 blijft duidelijk de kracht is. Het grappige, en daarom hebben we die tekening er ook bij gezet, deze is een tekening, een vergelijking van raketten, afkomstig van Blue Origin, dat ze daar alle raketten op zetten behalve het Space Launch System. Blue Origin, SpaceX, zwijgen die raket dood. Ja? Die had nooit op de tekeningen gestaan. Saturnus 5 wel, maar nooit een SLS. Omdat er ergens, niet iedereen is even gelukkig met de SLS, en er is zelfs al heel sprake geweest van laat ons die SLS vervangen door commerciële raketten, laat die ons vervangen door een Falcon Heavy, door zo'n Glenn raket, een New Glenn raket. Vandaar dat die mannen de SLS ook willen doodzwijgen om hun raketten misschien net iets belangrijker te maken. Dat is de raket, de Orion-capsule, zoals gezegd, dat is de command module en het service gedeelte is de European Service Module, dat gaan wij bouwen. Om dat te vergelijken met andere capsules, bemande capsules, er is hier een lijn die van links naar rechts loopt. Alles dat boven de lijn zit, bijvoorbeeld als we hier naar de Apollo-capsule kijken, wat staat hier? Dus de command module is het gedeelte dat terugkwam. Het service module gedeelte gaat verloren. Dat is bij al die capsules zo. Alles wat onder de lijn zit gaat verloren. Die mini-pendel die we in de toekomst gaan krijgen, ja, de Space Shuttle die moest hier ergens staan, want dat was te groot om daar af te beelden. Maar die mini-pendel die men ook aan het ontwikkelen is, dat komt volledig terug, dus heeft niks onder de lijn. Twee afwijkingen, dat zijn Shenzhou en de Soyuz. Daar is het middelste stuk dat terugkomt, het bovenste gedeelte gaat ook verloren. Maar dat zijn dus de twee enigste die een klein beetje afwijken in deze tekening. Die Orion-capsule is een beetje groter dan de Apollo-capsule, omdat we niet 3 mensen naar de maan willen sturen, maar 4. Voor de rest kan dat ding maar 21 dagen overleven op zijn eigen. Maar als je dat ergens dan vastkoppelt aan bijvoorbeeld zo'n Gateway of wat dan ook, dan kan dat veel langer in de ruimte blijven. Dan kan dat tot 6 maanden in de ruimte blijven. Maar onafhankelijk 3 weken. Dat is dus niet goed om naar Mars te vliegen, tenzij dat je dat inderdaad vastkoppelt aan iets groter en een heel complex naar Mars zou gaan duwen. Maar dan gaat je met je 6 maanden er natuurlijk ook niet komen, want je bent al 8 maanden onderweg. Dus om naar Mars te gaan, gaan ze die capsule toch nog moeten verbeteren. Maar goed, crew module, service module, die moeten aan elkaar hangen. Dat is dit ook weer dat stukje terug dat we bij Apollo ook gezien hebben. Om de twee te kunnen met elkaar te laten praten en zuurstof en dergelijke over te brengen. Nog een vergelijking, nog eens een keer die service module vergelijken met andere modules. De CST-100 en de Dragon. CST-100 wordt ontworpen door Boeing, Dragon wordt de Crew Dragon is het in dit geval, is een capsule ontworpen door SpaceX. Dat zijn commerciële firma's die dus achtereen voor de NASA mensen naar het ISS moeten gaan brengen. CST-100 moet nog altijd voor een eerste keer getest worden. De Dragon is voor een eerste keer getest, onbemand. Die vlucht is heel goed gegaan. En dan bij een test op aarde is heel de boel ontploft. Dat was natuurlijk een dikke tegenvaller, maar daar zat ook gelukkig niemand in. Het is dus goed dat dat hier op de grond gebeurd was en niet tijdens de ruimtevlucht, maar ze hebben dus dadelijk nog een beetje werk. Bemande vluchten worden maar eerst verwacht van die 2 capsules volgend jaar. De European Service Module is gebaseerd op de ATV. Dat is iets dat wij vroeger in Europa bouwden om voorraden naar het internationale ruimtestation te brengen. De Automated Transfer Vehicle is 5 keer gelanceerd geweest en de technologie die we daarin gebruikt hebben, gaan we dus nu gebruiken voor die service module, voor de Orion-capsule. En ik dacht dat er al 2 of 3 van die service modules dus door de NASA besteld geweest zijn. Daar zit ook nog een heel ander verhaal achter, maar daar hebben we ook de tijd niet voor. We hebben hier ook weer die ontsnappingstoren, die we daarnet al eens aangewezen hebben. Je ziet dus hoe dat hier de capsule vastgehouden wordt. Als je die ontsnappingstoren van een bepaalde hoogte hebt, dat ding nodig, dan wordt die uiteraard afgegooid. Als er dan nog iets misloopt, dan kan die capsule op zijn eigen wel terugkomen, dan zit je hoog genoeg. Die is ook al een keer spectaculair getest geweest. Hier heb je dus de eigenlijke ontsnappingstoren, de capsule zit hierin. Dat is wel een test zonder mannetjes. Dat is op een klein soort van vaste brandstofraket gezet, dat ding is opgestegen. Men simuleert een falen van de raket, ontsnappingstoren treedt in werking, trekt de capsule weg. En dat is op de 2e juli van dit jaar met succes uitgetest. Filmpjes vind je allemaal wel op YouTube. Dan die Gateway. Nieuw element in vergelijking met het Apollo-programma, maar speelt een belangrijke rol. Wat is de Gateway? Wel, je zou dat kunnen omschrijven als een ruimtestation in een baan om de maan. Alleen is het verschil dat het ISS al 20 jaar permanent bewoond wordt. De Gateway gaat nooit permanent bewoond worden. Dat is alleen maar als we een landing op de maan gaan uitvoeren,
de bemanning die aankomt gaat even in de gateway verblijven om dan de landing naar de maan in te zetten. Ja? Is dus een tijdelijke tussenstop, zal ik maar zeggen. Een soort van, in de toekomst, letterlijk een tankstation naast de autostraat als je naar je eindbestemming gaat en je moet onderweg eens even stoppen om je benen te strekken en dat soort van dingen. Heel simpel uitgedrukt, daar dient de gateway voor. Bestaat uit een heleboel elementen. Het technische gedeelte hier is een stuk Amerikaans en een stuk Europees. En dan heb je uiteraard dus het service gedeelte, als het ware, met zonnepanelen en al dat soort van toestanden. Je hebt dan een aantal woonmodules, een aantal modules waar dat je je voorraden kunt opslaan. En je hebt dan ook nog een luchtsluis en een robotarmje. En dan uiteraard een koppelingstuk waarmee dat je je Orion-capsule en je astronauten aan de gateway kunt vastkoppelen. Al die elementen, je ziet ze hier staan, we gaan daar niet te veel tijd in steken. Op dit moment is buiten de PPE hier, die is al momenteel al besteld door de NASA, het enige dat ook vast ligt is dat Canada zijn robotarm gaat bouwen. Al de rest moet nog effectief beslist worden of die organisaties dat gaan doen of niet. Waarschijnlijk wel, maar dat is een stuk een ander verhaal dat we zelfs wel gaan vertellen. Een beetje het schema. Komt er eigenlijk op neer dat rond 2026-2027 die gateway ongeveer klaar gaat zijn. En dat komt mooi uit, want in 2028 was het de bedoeling dat we op de maan zouden staan. Met mensen uiteraard. De SLS-raket brengt de capsule in de richting van de maan. Nog eens even vergelijken. Alleen was er momenteel een probleem. Dit ging dus onbemand gebeuren, de tweede lancering bemande ging dus met dit combinatie gebeuren, maar die Exploration Upper Stage, die ontwikkeling liep niet zo geheel volgens plan, of men had daar nog het geld niet voor en dat werd uitgesteld en dat schoot een beetje op de lange baan. En dan heeft men gezegd van de tweede lancering, de eerste bemande lancering, gaan we ook doen met die Interim Cryogenic Propulsion Stage. Maar wacht, die was niet human rated, men gaat dus wel geld moeten insteken, neem ik aan, om dat ding toch human rated te gaan maken. Hoe dat gaat gebeuren enzovoort, ik heb daar nog niet veel van zien voorbij gaan. Dat kan ook aan mij liggen dat ik het nog niet gevonden heb. Maar daar gaat naar mijn ogen dus nog wel wat tijd en geld moeten inkruipen om dat human rated te maken, om dus geschikt te maken, om mensen veilig genoeg te maken om mensen te lanceren. En misschien dat het wel wat langer gaat gebruikt worden, omdat die een upper stage nog op een langere baan gaat geschoven worden. Maar goed, zo interim gaat dat interim dus ook niet zijn. En na een aantal maanden moet je vast aangenomen worden, zeker. Hè? Dus, maar goed. Maart 2019, de grote baas van de NASA stelt hetgeen dat we tot nu toe verteld hebben voor. Want kijk, dit is het plan van de NASA. 2028 staan we op de maan. Ik heb daar geld voor nodig om dat te starten. Fiscal jaar 2020 is dus eigenlijk, laten we maar zeggen, voor volgend jaar. En ik heb daar $1,6 miljard voor nodig om dat op te starten. De rest hebben we ongeveer allemaal gezegd. De grootste probleem met de SLS was ook dus die centrale trap. Daar heeft men heel wat problemen mee gehad. Voor een stukje dat de schuld van Boeing, denk ik. Voor een stukje is dat problemen die je sowieso krijgt met de ontwikkeling van iets dat toch min of meer nieuw is en groot is. Maar goed, dat is een belangrijkste reden dat de SLS-raket ook heel wat vertraging heeft opgelopen. 2028, dat zijn allemaal de dingen die we gaan lanceren met de SLS-raket, met de commercieel beschikbare raketten. Daar zitten verschillende stappen in die we nu allemaal niet gaan uitleggen. Maar in 2024 gaan we de daaltrap van onze nieuwe maanlander uittesten. We gaan gewoon zien, kan dat ding op de maan landen? Daar komen we eigenlijk op neer. Onbemand, hè? Daar zitten geen mannetjes in. Want het is alleen maar een daaltrap, dus je gaat daar niet mee willen vliegen. In 2026 gaan we heel onze maanlander demonstreren, onbemand, om dan in 2028 effectief mensen op de maan te zetten. En dan blijven we 7 dagen. Ineens een hele week. En dan, ja... Dat zet men er altijd bij, 2030 zullen we dan wel naar Mars vliegen. Het zal wel 2040 of 2050 worden, maar zwart. Hoe gaan we op de maan landen? Wat is de rol van de gateway daarin? Nu heb ik mijn handen, vingers en voeten en alles nodig om dat hier uit te leggen. Ten eerste, onze maanlander bestaat uit die 3 elementen. Ja? Die 3 elementen zijn vrij groot, vandaar dat we heel dat gedoe niet in 1 keer kunnen lanceren. Die stukken worden afzonderlijk gelanceerd. Maar we hebben gezegd, in 2024 gaan we eerst de daaltrap uittesten. Dus we hebben onze gateway, we lanceren onze daaltrap naar de gateway, die koppelt zich daaraan vast. De gateway, daar hebben we ook niet te veel over verteld, zit in een hele speciale baan. Ik zal het maar omschrijven als een polaire baan rond de maan, waarbij 1 punt zeer laag boven de maan komt en 1 punt heel ver van de maan verwijderd is. De daaltrap vliegt tot bij de gateway, om dan vanuit de gateway op een bepaald punt, als ze dicht genoeg bij de maan zijn, om van daaruit
gaat de daaltrap zich loskoppelen en gaat dan naar het maanoppervlak. En laat ons maar zeggen dat dat effectief ook gaat lukken. Want anders moeten we alles weer opschuiven, dan zijn we binnen een uur nog bezig, dus dit lukt. 2026 gaan we het hele systeem testen. Dat wil zeggen, ten eerste, we hebben een daaltrap nodig. We lanceren die en die vliegt naar de gateway. We hebben, als we landen, willen we uiteraard terug opstijgen. We hebben dus onze stijgtrap nodig. Dat is dat blauw ding daar van boven. We lanceren dat, dat vliegt naar de gateway en dat koppelt zich daar vast aan een daaltrap. Om die twee vanuit de baan van de gateway naar de maan te brengen, moet dat via een lage maanbaan gaan. En om die twee daar te krijgen, hebben we een transferelement nodig. Dat gaan we dus eerst ook moeten lanceren. Dat is onze derde lancering. Dat vliegt naar de gateway, koppelt zich vast aan de maanlander. We koppelen dat allemaal los. De transferelement brengt de maanlander, die twee elementen, in die lage maanbaan. De daaltrap brengt dat naar de maan. Dan doet de stijgtrap, die stijgt terug op en die vliegt terug naar de gateway. En ons transfervehikel op eigen kracht komt dat ook terug bij de gateway. Dat wil zeggen, als we de volgende vlucht, de volgende landing willen inzetten met mensen, we hebben al twee elementen aan de gateway. Dat transferelement hangt daar, die stijgtrap hangt daar, maar die hebben geen anaften meer, die hebben geen brandstof meer. Dus, als we in 2028 mensen op de maan gaan zetten, wacht, ons transferelement, dat hangt er al, maar dat heeft geen brandstof. Oké, we lanceren brandstof. Ons opstijggedeelte, dat is er al, maar dat heeft geen brandstof, dus we lanceren brandstof. De daaltrap, die vorige die staat op de maan en die zal daar blijven, we hebben dus wel een nieuwe daaltrap nodig, dus we lanceren onze nieuwe daaltrap. Dat komt allemaal bij de gateway, we tanken die brandstoftanks over naar die twee andere dinges, en onze maanlander, het is weer dat transfer stage die de maanlander in die lage maanbaan brengt. Die twee kopen zich los, er wordt op de maan geland en dan weet je ondertussen dat ik één ding vergeten ben, want ik moet natuurlijk mensen ook nog kinderen krijgen, dus ik heb nog een vierde lancering nodig, dat is die bovenste daar. Dat is de lancering van een Orion-capsule met mijn vier astronauten. Die vliegen ook naar de gateway, die stappen dan over in de maanlander en dan gaan we natuurlijk naar de maan. Die was ik even vergeten. We staan op de maan, oké, die lopen een week rond. Die trappen terug in een stijgtrap en die vliegen dan terug naar de gateway. Stappen in een Orion-capsule en vliegen dan terug naar de aarde. En dan kunnen we twee jaar later de volgende landing inzetten met het volledigzelfde scenario. Op langere termijn is het de bedoeling dat we die brandstof niet meer van op de aarde naar kinderen sturen, maar dat we al zo slim geworden zijn dat we op de maan, zeker als we bij de Zuidpool gaan landen, daar is water voor handen. Maar als we water hebben, kunnen we daar brandstof van maken, kunnen we daar waterstof van maken en dat soort van dingen. En dan kunnen we eigenlijk van op de maan onze brandstof laten opstijgen en in plaats van al die brandstof van op de aarde te laten komen, maken we ze op de maan en dan gebruiken we de gateway echt als een tankstation. En dat is de bedoeling. Maar dat is dan nog langere termijn. Ja, als je niet meer kunt volgen, nee, ik heb dat ook 5 keer moeten uitleggen voordat ik dat een beetje door had, hoor. Dus, maar dat is de sustainable way, de duurzame manier om naar de maan te gaan. De brandstof die we willen gebruiken daarbij, is dat nog altijd kerosine, gelijk dat dat nu het geval is? Of staan we nul verschakelen naar waterstof en zuurstof? Ja. Dus hier wel, hè. Voor die raketten en zo, dat hangt van de raket af, maar daar gaat men dus letterlijk de waterstof en dergelijke allemaal op de maan proberen te maken. Dat men dus volledig onafhankelijk gaat zijn en kerosine op de maan maken, dat zie ik niet zitten. Dus het zal waterstof en zuurstof zijn. Water op de maan is gebruikt om te eerst binnen in waterstof en zuurstof ja. En dan op de grond. Ja, en dat is geen dat ze dat noemen met een heel mooie afkorting, dat noemen ze de ISRU, de In-Situ Resource Utilization. Dat is, we maken gebruik van de hulpbronnen die er zijn op de maan om dat allemaal mogelijk te maken. Ook als we een maanbasis gaan bouwen, is er bijvoorbeeld nu in het ruimtestation een test om beton in de ruimte te maken. En de vraag is, kunnen we gewoon met het maanzand dat er is, beton maken? En dan moeten we dus niks oversturen, dan gaan we gewoon ter plekke onze beton maken. Er zijn ook bijvoorbeeld planten, kunnen we met maanzand en een 3D-printer, dat is geen huizeke printen. Je moet dan alleen nu een 3D-printer daar krijgen uiteraard, maar dat wordt allemaal onderzocht, daar zijn ze allemaal mee bezig. Dus om zo weinig mogelijk van op de aarde naar kinderen te sturen, dan moet het plan daar trekken. Maar dat is allemaal voor nog langere termijn uiteraard. Maar als we ooit naar Mars willen gaan, zullen we dat soort van zaken zeker nodig hebben. Hè? Want dan zijn we Earth independent, dan moeten we het wel kinderen allemaal gaan doen. Dat is een heel mooi verhaal, maar het is spijtig nog theorie. Want vice-president Pence, 2 weken nadat Bridenstine zijn zeg gedaan had, we gaan in 2028 naar de maan,
komt de vicepresident van Trump en die zegt, mannen, 2028, dat duurt nog zo lang. We gaan in 2024 al terug. Monsoon. Zo rap mogelijk. Zucht. Al hetgeen dat ik tot nu toe heb uitgelegd, vergeet dat. Voor een stuk. Want, ja, daarna zijn ze een stuk beginnen nadenken, oké, al hetgeen dat we van plan zijn te doen, dat blijven behouden, moeten het alleen kwestie van tijden een beetje anders rangschikken. Hetgeen dat we echt nodig hebben, schuiven we naar voren. En hetgeen dat we nodig hebben voor de sustainable way en voor langer verblijf, pff, dat sturen we naar achter. De gateway, we hebben niet die volledige gateway nodig, we hebben een minimum gateway nodig en we zullen die later wel uitbouwen voor onze toekomstplannen. En dan kunnen we er inderdaad voor zorgen, als alles goed gaat, dat we in 2024 op de maan staan. Betekent ook, onder andere bijvoorbeeld, die maanlander, gaat die herbruikbaar zijn zoals ik dat net heb uitgelegd? Waarschijnlijk niet. Dat zijn zorgen voor later, als we maar kunnen landen en terug opstijgen. Internationale partners, in 2024, alles zal Amerikaans zijn. Heel waarschijnlijk geen Europese of Japanse of Russen die mogen meedoen. Alles zal Amerikaans zijn, heel waarschijnlijk. En de rest mag later meedoen. Als we op de maan gaan, dat gaat met een zeer bescheiden maanpakje zijn, dat gewoon toelaat dat je daar een uur of twee gaat rondlopen en dan zijn we daar terug weg. Als je daar wat langer wilt gaan rondlopen en een serieuzer maanpak nodig, zorgen voor later. We gaan er geen vier laten landen, want dan is dat allemaal weer brandstof en weet ik wat allemaal. We gaan er maar twee laten landen, hè. Dat is ook gemakkelijker. Heel dat gedoe dat ik daarnet uitgeteld van in 2028, dat schuift helemaal op naar 2024. We gaan dus ook veel minder testen. Heel dat testscenario van 2024, 2026, vergeet dat maar, hè. We gaan van direct naar de maan en landen met mensen. We gaan wel wat onbemande landertjes en zo sturen, maar dat zijn kleinere dingen. En NASA heeft ook gezegd van kijk, het concept dat wij op langere termijn hebben met die drie elementen, als er nu iemand uit de industrie een voorstel heeft om één grote lander te bouwen die kan landen en terug kan opstijgen, dan blijft in één geheel ons ook goed. Zolang als we maar in 2024 op de maan staan, want dat is hetgeen van ons gevraagd wordt. Sustainable way, dat is voor later. Hier nog eens een keer wat gewichten waarom dat ze drie elementen nodig hadden, omdat je een zware lander hebt. Als je dus maar twee mensen moet gaan laten landen en zo, dan kan dat ook weer allemaal kleiner, vandaar dat je die drie elementen misschien ook niet nodig hebt. We zullen wel zien wat de voorstellen zijn. De vraag aan de industrie is momenteel gericht. De antwoorden zijn misschien binnen, maar zijn nog niet gekend, zal het zo maar zeggen. Hoeveel gaat dat kosten? 8 miljard dollar extra. Dat is voor de Amerikanen, dat is niet voor ons. Hè. 8 miljard dollar extra voor de NASA per jaar. Dat was het gerucht. Bridenstine heeft gezegd, ja man, zoveel is dat nu ook weer niet. Met 3 à 5 dollar extra per, 3 à 5 miljard dollar extra per jaar komen we ook wel toe. Maar in eerste instantie hebben we dus wel die 1,6 nodig, want als we die 1,6 niet krijgen, vergeet de rest dan ook maar. En Trump heeft gezegd van kijk, ik heb mijn budget ingediend en ik heb inderdaad die 1,6 miljard die we nodig hebben, heb ik in mijn budgetaanvraag gestoken. We gaan terug naar de maan in een big way. En dan die 20, 30 miljard dus voor het vervolg over de 5 jaar. Het enige probleem op dit moment is, het Amerikaanse congres heeft dat budget nog niet goedgekeurd. Maar als ze dit willen doen, wat ook wel ergens de vraag is van het Amerikaanse congres, is nu de vraag wie gaat er winnen, zijn de voorstanders, de tegenstanders enzovoort enzovoort. Ik zou zeggen come and see next week, maar volgende week zal ik daar ook nog geen antwoord op hebben. Maar in de nabije toekomst zal het wel meer duidelijk worden. Stand van zaken, het power, eigenlijk het service gedeelte van de gateway, daar is al een contract voor uitgeschreven voor Maxar, die mogen dat ding bouwen. Ze gaan dat eerst testen in een baan om de aarde, vooraleer dat ze naar de maan gaan sturen. Een jaartje in een baan om de aarde en dan trekt dat naar de maan, naar net op tijd om de rest daar te ontvangen. Om al die dingen voor te bereiden, om die technologie voor te bereiden van dat beton maken en al dat soort van toestanden, gaat men dus allerlei experimenten moeten doen. Dat is dan ook een aantal zaken dus voor de langere termijn. NASA gaat zelf geen maanlandertjes bouwen, die hebben gewoon aan de industrie gevraagd, mannen, stelt iets voor, als je een voorstel hebt, wijkie, bouw dat en wij zullen wel zeggen wat we gaan gebruiken. Er zijn 9 firma's die ze geselecteerd hebben, die mogen een maanlander bouwen en er zijn er 3 die al een contract gekregen hebben. Ja? Voor allerlei experimenten, instrumenten, wetenschappelijk technisch onderzoek op de maan te gaan doen. 1 van de 3 heeft ondertussen al afgehaakt. Dus het contract is denk ik nog niet toegewezen aan een andere firma. Maar goed, ja, die bedragen die hier staan, dat is peanuts. Hè? Dat is
Dat zijn normale prijzen, zal ik zo zeggen. Maar Jeff Bezos van Amazon. Amazon levert pakjes overal. Waarom zouden we geen pakjes op de maan kunnen leveren? Overal is overal. Ja? Dus Jeff Bezos met zijn firma Blue Origin zegt van ik ga Blue Moon bouwen, mijn Amazon maanlander, waarmee ik dus pakjes op de maan kan gaan leveren. En we gaan niet alleen pakjes leveren, als we een iets grotere versie kan ook mensen op de maan zetten. Ik vind dit al een vrij grote versie, maar omdat mensen, heb je dus nog een verdiep extra nodig. Daar kunnen autootjes op staan, je kunt onderwege nog wat satellietjes afschieten enzovoort. De motor, de BE-7, die is al in ontwikkeling, die is al getest en dat soort van zaken. Maar zoals er iemand zei in de pers, ja, dat klinkt allemaal heel mooi, maar dit is nog altijd een maquette. Dit is nog niet in aanbouw. Ja. De motor is dan misschien wel in ontwikkeling, maar al de rest moet nog gebouwd en getest enzovoort worden. Ze staan misschien ietsje verder dan de concurrentie, maar dit is nog geen tastbaar ding. NASA heeft ook nog geen beslissing genomen, dus het is niet zeker dat het dit gaat worden. Het verhaal is nog niet gedaan. We komen wel aan een climax, maar het is eerder een anticlimax. Want we hebben een president die, zoals je weet, heel graag tweets de wereld instuurt. En rond het Artemis-programma heeft hij zich zeer bescheiden gehouden. Alleen budgetaanvraag, we gaan terug in de big way. En dat schijnt, heeft hem op een gegeven moment een documentaire op Fox News gezien, of op Fox, een tv-zender. En toen heeft hem een tweet in de wereld gestuurd van, waarom gaan we eigenlijk naar de maan? Dat is toch stom, we zijn er al geweest. Laten we toch maar direct naar Mars gaan. Het is wel op zijn eigen vraag dat we dus al dat plan ontwikkeld hebben om naar de maan te gaan. En nu zegt hij, zijn we niet dom bezig, kunnen we toch beter ineens naar Mars gaan. Dus u begrijpt dat in juni 2019 NASA en vele anderen ergens de kluts kwijt waren. Van, wat is het nu? Voorlopig blijft alles bij het oude met hetgeen ik gezegd heb. Maar de vraag blijft, is en blijft van, komt het geld? Dat is nog altijd de grote vraag die er voorlopig onbeantwoord bij ligt. Zijn er alternatieven? Want we klappen alleen maar over de Amerikanen. Zijn er alternatieven? Wel, onbemand, laten we daar eerst naar kijken, zijn er wel een aantal andere organisaties en landen bezig. Onder andere China, dat is de Chang'e-sondes. Die hebben ook autootjes rondrijden. De maangodin bij de Chinezen, die godin die had een konijn als huisdier. En de U2, dat is het maanrovertje van de Chinezen. U2 is dus het konijn dat dus op de maan rondrijdt. Chang'e 4, ze hebben twee keer op de maan geland. Chang'e 3 was aan de voorkant, maar een hele stunt was dit jaar toen ze Chang'e 4 aan de achterkant van de maan hebben geland. Daar landen op zich is niet, denk ik, niet moeilijker dan aan de voorkant landen. Alleen, als je aan de achterkant landt en je wilt een foto maken, dat zal ook nog lukken, maar hoe krijg je dat terug naar de aarde? Want heel die maan staat in de weg. De maan toont altijd dezelfde kant naar de aarde als je aan de achterkant zit. Dus heb je een communicatiesatellietje nodig. Chinezen hebben in het tweede Lagrange-punt hier, hebben ze hier in die halobaan een satellietje geparkeerd, zodanig dat als hier een maanlander gewoon naar die satelliet signaal kon sturen, dat dan naar de aarde kon en ook omgekeerd kon men dus zo commando's doorsturen. Werkte allemaal, schitterende prestatie, hè, dat mag gezegd worden. Wat zijn de Chinezen nog van plan? Wel, ze willen maangrond gaan ophalen. Met de Chang'e 5 gaan ze op de maan landen, ze gaan een bodemmonster oppakken, in dat potteken doen, dat potteken afsluiten, ze schieten dat af van de maan, dat komt dan terug naar de aarde, zit uiteraard in een capsule die de terugkeer in de dampkring gaat overleven, en dan komt dat potje met maangrond terug op de aarde. Om dat te doen, gaan ze lanceren met de lange Mars 5. Het probleem is dat die een hele tijd geleden bij een lancering een probleem vertoond heeft, en wij wachten tot de nieuwe lancering van de lange Mars 5 wordt aangekondigd. Voorlopig is er die nog altijd niet, dus die lancering eind 2019, vergeet dat maar. Dat zal wel ergens in 2020 worden. Maar dit is allemaal onbemand. Bemand heeft China alleen maar plannen om voorlopig een ruimtestation te gaan bouwen. Ze hebben nog geen plannen kenbaar gemaakt om terug naar de, of om naar de maan met mensen te gaan. Hier zie je de Chang'e 4 en hier zie je de U2, het maankonijn, rondrijden. Chang'e 4 en U2 werken nog steeds. Hè. Die dingen hebben al een aantal maannachten achter de rug. Die blijven voorlopig werken. Wat dus inderdaad ook een hele prestatie is. Zoals u misschien weet, hebben de Indiërs onlangs ook iets naar de maan gestuurd. De Chandrayaan 2. Daar was 10 jaar geleden al de Chandrayaan 1, maar dat was een omlooptuig. Nu hebben ze, de Chandrayaan 2 was een omlooptuig. De eigenlijke Chandrayaan 2. Er was ook een lander, de Vikram. En in de lander zat ook een maanautootje waar ik nu even de naam van kwijt ben, maar dat is niet zo belangrijk. Want de lander heeft zich inderdaad op het juiste moment van
het omlooptuig losgemaakt, is in zijn lage maanbaan gekomen, is dan de landing ingezet en waarschijnlijk een paar honderd meter boven het oppervlak viel alles stil. Allee, de communicatie viel stil, de sonde is waarschijnlijk doef naar beneden gedonderd. India beweert nu met het omlooptuig, daar zit een hoge resolutiecamera in, dat ze daarmee foto's genomen hebben van de lander, die laten zien dat de lander niet zomaar gecrashed is, dat hij daar niet in duizenden stukken uit elkaar gevallen is, maar dat hij toch als één geheel zou neergekomen zijn. Hij zou wel een beetje scheef staan, maar volgens de foto's ziet hij er als één geheel uit. Niemand heeft de foto's tot nu toe gezien. Het duurt nog even eer dat de Amerikaanse, dat is een Amerikaanse sonde ook die rond de maan draait, de Lunar Reconnaissance Orbiter, maar het duurt nog even voordat die boven het landingsgebied komt. Het zal nog even duren voordat we van de Amerikanen ook een fotootje zien van die lander. Ze zijn nog altijd ijverig pogingen aan het doen om met die lander contact op te nemen, maar als die scheef staat, kan er een probleem zijn met die antennes richting aarde te krijgen, als die nog zou werken. En er is ook niet veel tijd meer, want dat ding was maar gebouwd om 2 weken te overleven op de maan. Waarom? Omdat ze zijn in het begin van de maandag op de maan geland. Een maandag duurt 2 weken, dat je dus de zon boven de horizon hebt en dan gaat de zon onder en dan zou het te koud worden om dat ding nog te laten leven. Dus sowieso maar 2 weken. Dus heel veel tijd is er niet meer. Voor de 20 september zullen ze contact moeten hebben om dat ding dan ook het zwijgen op te leggen, want dan is het toch te koud aan het worden. Dus veel hoop is daar wel niet meer. Maar dan ging er een deurtje open en er was een hellingsje voorzien, zodanig dat de autootje, klein autootje maar hoor, op de maan zou kunnen rondrijden. Iets eerder dit jaar heeft ook Israël een poging gedaan om iets te laten landen op de maan. En dat is min of meer ook verkeerd afgelopen. Dat ding is dus ook gecrashed op de maan. Ze hebben gezegd, we gaan een tweede bouwen, maar daar is ook wat onduidelijkheid over. Dus dat was dat ding. Staat dus op de maan, maar niet in één stuk, wat wel de bedoeling was. Zijn er alternatieven voor bemand te gaan? Of is NASA de enige optie om mensen op de maan te krijgen? China, zoals gezegd, vergeet dat maar, die hebben alleen maar onbemande plannen en een ruimtestation en voorlopig is er helemaal geen duidelijkheid over wat ze met de maan willen doen en als met Chinezen om de maan te zetten. Rusland, heel kort, die hebben toch het geld niet. Europa heeft nog nooit zelf een bemand ruimtevaartprogramma met eigen raketten op zijn poten gezet. Wij werken samen met de Amerikanen of wij sturen onze astronauten mee met de Russen of we gaan zelfs misschien met de Chinezen iets doen, maar zelf mensen lanceren gaan we niet doen. En als we zelf plannen hebben om de maan, dan gaat dat altijd in samenwerking zijn met anderen. Dus ook wij gaan geen eigen maanprogramma met mensen hebben. Schiet er dan nog iets over? Ja, ten deze hier. Het is zijn plan altijd, zijn droom altijd geweest om mensen naar Mars te sturen. En niet zomaar 5 of 10, miljoen. Je moet dat ineens groot zien. En hij is daarvoor begonnen. Want de huidige raketten zeiden, dat is allemaal veel te duur, dat is niet te betalen, zegt hij, ik wil eerst een goedkope raket maken. Dat heeft hij ook gedaan, daar is heel hard mee gelachen in het begin, maar hij heeft een raket die stukken goedkoper is, gewoon omwille van het feit dat als je naar die Saturnus 5 raket bekijkt, bestaat uit 3 trappen, die 3 trappen gaan allemaal verloren. Musk heeft ervoor gezorgd dat zijn eerste trap, dat die gewoon op eigen kracht terug naar beneden kan komen, je hebt ongetwijfeld die beelden al gezien, komt mooi terug op de juiste plaats, boven de X. Van SpaceX komt hier mooi neer en ze kunnen dat ding vrij snel opnieuw gebruiken. Waardoor dat de prijs, want die eerste trap is het, zo niet het duurste stuk van heel de raket, als je dat verschillende keren opnieuw kunt gebruiken, kun je de prijs van de lancering enorm naar beneden brengen. Volgende stap is dit Starship. Ik weet niet hoeveel mannen dat er, ik weet niet waar al die mensen dat hier effectief die 100 mannen gaat gaan inkrijgen, maar dit hier, om dat naar de maan of naar Mars te krijgen, heb je nog een extra raket nodig. Dat is een super heavy, zodanig als je die op elkaar zet, dat je zoiets krijgt met de Saturnus 5. Dit hier, als dat in een baan om de aarde gekomen is, gaat je zo nog een moeten lanceren om dat ding bij te tanken, zodanig dat dat effectief naar Mars kan vertrekken. Dit stuk hier, dit hier, kan hij ook op zich gebruiken. Bijvoorbeeld, even wild nadenken, we hebben een platformje voor de kust van Knokke-Zoete liggen. Je moet daar toch in kostuum naar binnen schijnt, dus dat is geen probleem dan. We hebben daar voor de kust van Knokke een lanceerplatform liggen. We vertrekken daar en een half uur later zit je in New York. Kunt je met dat ding doen. Dat is ook de bijbedoelingen van Musk om op aarde het transport een beetje te versnellen met genoeg mensen erin. Is dat volgens hem allemaal kei betaalbaar. Klinkt allemaal futuristisch, maar Musk zou Musk niet zijn als hij
als hij een plan heeft dat hem een week later al iets aan het bouwen is en een paar maanden later is hem dat al aan het testen. Dat is de Starhopper. Ja, om dat ding aan te drijven heb je een nieuwe motor nodig. Hij heeft een motor ontwikkeld, de Raptor. En hij wil laten zien dat dat ding effectief werkt, want je kunt dat wel op de grond testen, maar steekt dat in een raket en werkt dat dan nog? Wel, dat is de Starhopper. Daar heeft hem de Raptor mee getest. In het begin dachten de mensen die daar zo elke dag met verrekijker aan het zien zijn dat hem een watertoren aan het bouwen was. Maar dat bleek dan toch een raket te zijn. Vandaar elke keer als Musk daar beelden van liet zien van kijk, mijn watertoren gaat ooit vliegen, zegt hem. En dat is ook gebeurd. Hè. Zijn watertoren is opgestegen. Ik weet niet hoe hoog van buiten meer dat hij, het is niet 200 meter of 150 meter, ik weet het niet juist meer. Maar dat ding is effectief mooi de lucht ingegaan en is ook mooi teruggekomen. Zijn Raptormotor werkt. Hij zegt, moet dat niet meer testen, dat werkt, ik ga naar de volgende stap. En hij is dus effectief, zowel in Texas als in Florida, bezig om een prototype van zijn Starship te bouwen. Je kunt daar foto's al van opvragen, ik heb er nu geen, denk ik, bij gezet. Maar hij is daar effectief mee bezig. En hij zegt dat we dit jaar al eerste testvluchten kunnen krijgen. Oké, het idee van Starship en zo gaat al wel wat langer mee, maar hij is... Vorig jaar beginnen te bouwen en dat gaat ineens vooruit. Met SLS zijn we ook al 10 jaar bezig. We zijn daar mee aan het bouwen, maar daar is nog altijd niks van gelanceerd. Oké, dat is nog maar iets klein in vergelijking met hetgeen dat hij uiteindelijk wilt realiseren. Maar hij zet stap voor stap en dat gaat wel degelijk vooruit. Nu altijd even snel als hij zegt. Want dat zou dan het beeld zijn van, ik denk niet dat dat de vuilnisember is die daar staat. Dat zal wel een pakje zijn, zeker. Ja. Ik weet ook niet hoe dat ze die mensen van boven naar beneden gaan krijgen. Dat zullen we allemaal wel zien. Maar dat is het toekomstbeeld. Dat is dat Starship dat volledig op de maan staat en ook gaat terugkomen. Het is een beetje gelijk Kuifje naar de maan gegaan is en teruggekomen is. Kun je het bijna een beetje mee vergelijken. En hij heeft al een vlucht verkocht. Niet zozeer om op de maan te landen, maar om in 2023 er een keer rond te vliegen. Met een Japanner, ik wil altijd Maezena zeggen, Maezawa, die heeft het geld op tafel gelegd om die vlucht uit te voeren. Samen met kunstenaars. En die krijgen dan allemaal geweldige inspiratie als ze eens een keer rond de maan gevlogen zijn en die gaan dan kunstwerken maken. Dat is een beetje de bedoeling. Alleen zou naar het schijnt Maezawa voor een stuk failliet gegaan zijn, dus ik weet niet of dat geld er allemaal is. We zullen wel zien wat er van wordt. 2023 zal denk ik ook wel een beetje snel zijn. Maar moest dat lukken, dat is niks voor niks dat hem 2023 gepakt heeft, want dat is een jaar voor onze vriend Trump. Ja. Wat de toekomst gaat brengen, we zullen toch moeten wachten of het congres het geld goedkeurt. Of dat Musk zijn plannen tegen dat tempo kan blijven realiseren. Ik zou zeggen, binnen een paar maanden zal ik nog wel eens een update komen geven of zo. Dan komen we nog maar eens een keer luisteren naar een volgende voordracht. Als er zich nieuwe ontwikkelingen hebben afgespeeld, ik wil nog heel even wat reclame maken. U kunt uiteraard altijd terecht op de website van Urania. Maar ik heb ook nog een andere website, ruimtevaart.be, waar elke week een bericht verschijnt met links naar artikels, filmpjes en wat weet ik wat allemaal niet, wat er de voorbije week gebeurd is. Dus u krijgt de lancering van de voorbije week, de mislukte lancering voorbije week. Wat is er in ISS gebeurd? Wat is er in het zonnestelsel gebeurd? Dat vindt u allemaal in die wekelijkse nieuwsbrief. www.ruimtevaart.be. Normaal gezien elke zondagmiddag komt het online. We hebben ook een Facebookpagina met de originele naam Ruimtevaartnieuws. Daar zetten we ook af en toe een keer iets op en ik niet alleen trouwens. En ik zou dus zeggen tot de volgende keer en ik dank u in elk geval voor uw aandacht. APPLAUS